Like binnen 3 seconden voor extra geluk. 1, 2, 3. Oké, ik ga hier gelijk beginnen met het opzetten van een blinddoek. Wij hebben hier een hoop producten in een goedkope variant en het A-merk variant. Dus eigenlijk A-merk versus B-merk. Het is algemeen bekend dat je van veel producten een dure variant en een goedkopere variant hebt. Maar kan je ook proeven welke variant het duurste, oftewel het A-merk, is? Wie weet, ik ben benieuwd. We gaan erachter komen. Ik krijg een punt als ik goed raad of ik dus het A-merk aan het eten ben of het B-merk van een product. Veel mensen denken, ja, B-merk is niet lekker, A-merk is beter. Maar hey, is dat ook wel zo? Nee, ik denk niet altijd. Ik ben er klaar voor. Laten we beginnen met product 1. Let's go! Deze zit wel direct in mijn zicht, dus ik bedoel jou. Oké, maar is dat de A-merk of is dat het B-merk? De prijzen worden trouwens ook in beeld gezet, dus dan weten jullie ook gelijk hoeveel duurder of hoeveel goedkoper het A-merk tegenover het B-merk is of andersom. Dus ik ben benieuwd. Oké, daar gaan we. Oké. Je mag wel zeggen wat het is natuurlijk. Wat is het? Oh, sorry. Het is een biscuit. Oké, dat is een biscuit. Een vanillebiscuit. Het smaakt prima. Ik heb het idee. Oké, proef ik. Nou, geef me eerst die andere. Maar dit is de eerste. Oké, dit is de eerste. Nice. Oké, het smaakt lekker. Creamy. Maar nu de tweede variant. En ik ben benieuwd of ik ga proeven dat deze anders is. Of dat hij gewoon precies hetzelfde smaakt. Oké, let's go. 2, 1. Oei. Is dat een goede? Oké. Cruciaal verschil. Oké. Eerste koekje, veel harder. Ah. Dit koekje, veel makkelijker om doorheen te bijten. Heel soft eigenlijk. En dat vind ik lekkerder. Ik vind deze lekkerder. Ik vind de eerste ook lekker. En de smaak is relatief hetzelfde van de twee koekjes. Very crunchy. En dan de tweede. Veel zachter. Dit hier is de A-merk en dit is het B-merk. Klopt. Ja, het goed? Ja. Ik vind het A-merk dan lekkerder, maar dat komt vooral door de structuur. Maar de koekjes smaken hetzelfde en ik weet niet wat het prijsverschil is. Dat hebben jullie vast gezien, dus... De tweede ronde is mayonaise. Oh, nee. You are kidding me. Oké, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want in saus is het verschil qua prijs meestal heel groot. Dit is de eerste. Dit is B-merk. Is definitely B-merk. En dat zeg ik niet omdat ik het niet lekker vind, voor alle duidelijkheid. Maar dat zeg ik omdat ik proef... It's just not there, you know. Het is mayo, pas wel. Maar nee, het is niet mijn mayo. En dit is het andere. Oké, dit is het andere. Let's go. Nee, niet De eerste was het B-merk en dit is het A-merk. Fout. Niet waar. Jawel. Nee. Het laatste wat je nu at was het B-merk. Maar die is veel... Geef eens een lepeltje van A-merk. Nee, want dit is B. Oké, dit is B. Geef me B nog eens. Alsjeblieft. Pak ik nog een keer de A erbij. Yeah. Alsjeblieft. Oké, en dit is A. En dit is A-merk. Ik vind de B is een stukje zuurder. Dat is overigens ook het enige verschil. Okay. Kijk, ik ben sowieso al niet een mayonaise liefhebber. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik bij de eerste hap gelijk zei B. Omdat ik mayo gewoon niet zo lekker vind. Dat is het eerste wat je ook riep. Ik schrok ervan. Het enige wat ik merk is dat zeg maar het A-merk is iets minder zuur. Maar ik hou wel van die zure smaak. Dus ik heb het fout. En het prijsverschil is mega, denk ik. Dus nice. Oké, alsjeblieft. Ik heb geen lepel meer. Ik ben echt heel benieuwd. De volgende ronde is rijstpap. Rijstpap? Ja. Oeh, dat heb ik echt maar misschien 1 keer in mijn leven gegeten. Dus ik ben echt pretty excited about this one. Weten jullie wel, hebben jullie nooit rijstpap? Rijstpap, het klinkt lekker. Het klinkt lekker. Oké, 3, 2, 1. Wauw. Oké. Let's go, volgende. Smaakt die goed? Het is lekker. Smaakt lekker. Het is gewoon een toetje. Maar nu de tweede. Oh, we got the A-merk alweer. Ja, deze stuk zoeter is makkelijker te kauwen. Dit, wacht even, nee. Jawel. Deze is lekkerder. Dit is het A-merk. Inderdaad, dat klopt. Okay. Dit is het A. Waarom? Stukje zoeter, makkelijker te kauwen, is overigens ook het enige verschil. Maar voor het prijsverschil zou ik maar zeggen... Ik ben echt een B-merk persoon, maar voor het prijsverschil denk ik van... Waarom zou je voor dat kleine beetje andere smaak een euro meer betalen per product? Dat was rijstepap. Dat zit dus ook echt rijst in dan. Ja. Ja, dat lijkt mij. De volgende ronde, en ik ben heel benieuwd of je die kunt raden, is water. Water? Klopt. Heb je water gehaald? Ja, want die heb je ook natuurlijk in verschillende prijskategorieën. Je hebt gelijk. Er is geloof ik echt water van een euro per flesje en van 15 cent per flesje. Dus I am excited about this one. Let's go. Oh. Water. Kun je weinig over zeggen. Volgende, let's go. Volgende? Okay. Ja, echt, het is lekker water. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat water een verschil kan hebben of het nou 10 euro is of gratis uit de kraan. Maar oké, volgende. Ja, letterlijk hetzelfde. Echt, let maar even serieus. Het zou me niets verbazen als het ook van dezelfde bron komt. Ja, en men merkt water ook gewoon water. Exact hetzelfde. Maar ik denk aan de feeling van het flesje dat de laatste die ik nam dat het A-merk was. En dat de eerste die ik nam het B-merk was. Ik weet niet waarom. Wil je nog één keer proeven, voor de zekerheid? Nee, want de smaak zegt mij niet. Dus ik denk dat degene die ik net heb genomen, dat is het A-merk. En de eerste die ik nam is het B-merk. Fout.
Ja. Ja, maar waarom zou je ook voor water betalen überhaupt? Oké. Okay. Let's go. Volgende. Zeg maar, ik snap dat je betaalt voor water, maar meer van waarom zou je meer betalen voor een aanmerk? Oké, let's go. Ik ben benieuwd. Belgische chocolade. Zeven. Oh, dat zijn echt die Belgische bonbons. Ja, dat zijn die bonbons. Die zijn echt duur in de A-variant. Want ik heb die wel eens gezien en dan betaal je echt euro's per bak. Oké. Okay. Oh, ik ben echt benieuwd. Dit is lekker hoor. Dit is B-merk. Dat wel. Dat is wel lekker. Oké. Okay. Oh, deze zijn echt... Ja, maar wat hier zo lekker aan is, de buitenkant is echt een beetje harde chocola en de binnenkant is een beetje moesachtig. Oké, let's go. Oké, wacht even. Oké, nu heb ik mijn twijfels. Oh, dit is zo bizar. Ze zijn allebei echt gewoon even lekker. Sterker nog, ik denk dat als ik zeg maar een hap ervan zou nemen, ik zou hier leggen, ik zou wegkijken en hij zou verplaatst worden met een andere, zou ik het verschil niet doorhebben. De eerste was harder en de tweede was zachter. Dat is eigenlijk meestal het enige verschil dat de structuur anders is. Maar de smaak is hetzelfde. Maar ik denk dat de eerste dan toch het aanmerk was. En deze B. Wil je het niet proeven? Nee. Fout. De laatste was het duurste. Oké, dus de laatste was het aanmerk. Ja, het aanmerk inderdaad. Aanmerk is zachter. Ik smaak geen verschil. Nee? Het volgende zijn. Chips. Chips. Ik hoorde het. Let's go. En dit zijn paprika chips. Let's go. Okay. Oh, maar wacht, chips denk ik wel dat ik verschil ga. Oké, let's go. Ik ben benieuwd. Oké, dus daar gaan we. Het eerste zakje is open. Ze zijn heel oranje. Aanmerk. Aanmerk. Dat is 100%. Ja, dit is B. Ja. Wat is er? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ja. Nee, dat kan niet. Geef me die eerste nog eens. Dat kan niet. Nee, je hebt twee keer dezelfde gegeven. Je hebt twee keer... Nee. Oké, dan was de eerste. Oké, nu de tweede. Dit is echt heel bizar. Dit smaakt letterlijk hetzelfde. Echt? Luister, nul verschil. Nee. Niet in crunch, niet in smaak, niks. Dit is zo bizar. Ik dacht echt dat ik mega verschillen ging proeven, maar dat valt echt mee. Okay. Het volgende wat we gaan testen is ketchup. Ketchup. Oh, maar daar ben ik echt benieuwd naar. Oké, let's go. Ketchup. Ketchup, dat heb je echt in zoveel merken. En nogmaals, we doen dus echt het goedkoopste tegen het duurste. Dus aanmerken. Oké, let's go. Dit is de eerste. Dit is B. Dit is echt B. Het is wel lekker. En weet je waarom ik weet dat dit B is? Het heeft een minder scherpe smaak dan zeg maar het aanmerk ketchup. En het is een stuk verwaterder, zeg maar. Dus, maar het is lekker. Oké, de volgende. Ja, dit is A. Klopt. Dit is oké. Okay. Ketchup, je proeft een verschil. Maar voor mij zou dit nog steeds geen verschil zijn waarvoor ik zou zeggen, hey, ik neem de duurdere ketchup die echt, denk ik, drie keer duurder is. Maar oké, alright. We hebben hier, die vind ik ook heel interessant. Het lijkt bijna op hetzelfde. Wafels. En het zijn botercakejes. Oké, van die kleine cakejes. Oké, let's go. De eerste. De eerste. Oh, maar daar ben ik echt benieuwd naar. Want wat ik me dan afvraag is, zeg maar, de recepten en de ingrediënten moeten hetzelfde zijn bij beide. Dus wat maakt dan het prijsverschil en het smaakverschil? Ik heb altijd gehoord dat het aan de boter. Dat zijn betere boterbrieven. Ah, maar dat ga je niet proeven. B. Ja, B. Dit is B. En waarom denk ik dat dit... Ja, ik weet het niet, maar ik denk B. En dit is de volgende. Dit is de volgende. En dat gaat dan A zijn, denk ik. Het is A. Ja, je proeft inderdaad dat hier een ander soort... Misschien is het een ander hulsel. Nee, fout. Nee. Jawel. Maar die eerste die was veel minder lekker. Echt? Ja. Die eerste heeft veel minder smaak. Deze die is veel krachtiger en veel zoeter. Links is B, rechts is A. Dit is okay. A. Ik ben niet plastic bijt. B, heel lekker. Erg zoet. Ik dacht echt dat het direct A ging zijn aan je zei. Deze is gewoon minder lekker. Echt? Deze is gewoon minder lekker. Proef het maar. Okay. Die A. Neem maar A. Klein hapje gewoon. Oké, klein hapje. Mm-hmm. Niet zo heel veel smaak. Hij valt mee. Het is nog redelijk. Zachtjes vanille. Zachtjes vanille. En nu deze. Veel zoeter, overheersendere smaak. Persoonlijk vind ik toch die A lekkerder. Ja? Mm-hmm. Waarom? Ik vind deze te zoet. Ja, maar dat is... Jij had cake. Waarvoor haal je cake? Confituur of voor een Nederlander? Jam. Jam. Oh, daar ben ik benieuwd naar. Want daar is ook echt een mega prijsverschil. Maar dat zie je gewoon. Okay, let's get it. Oh. Oké, ik vind het echt leuk, man. Want je weet dus niet of je een duur of een... Nou, duur, goedkoop. Het is net wat je duur en goedkoop vindt. Maar let's go. Dit is B. Ja. Ik probeer zeg maar gelijk al een oordeel te veilen, want dan is het ook, dan weet ik echt niet wat het is. Maar ik denk dat dit de goedkope variant is. Ik heb fout, dit is de goedkope variant. Dit is echt, wat je me net gaf, gewoon limonade. Het smaakt gewoon letterlijk naar limonade. Limonade, maar dan aangeklonterd. Super zoet. Heb ik het goed? Nee. Dus die je net gaf was A? De laatste was A. Hè? Geef me nog eens een hapje. Welk, van A? Van A, ja. Die is, hè? De A is inderdaad gladder. Het is een gelei meer. En bij die andere zat nog een lekker stukje aardbei. Dat zijn stukjes, Proef hem eens. Proef eens A. Oké. Okay. Proef eens A. Oké. Ja, gelei. Dat is A. En dan doe je nu B eens. En dan moet je vertellen welke je lekkerder vindt. Ja,
voor een prijs zou ik die goedkoop of waarom niet? Die goedkope is nice. Het volgende is weer chips, maar dan in zout. Oh, maar dat is heel lastig, want dat is gewoon aardappel met zout. Dit is nummer 1. Ja. Oké, luister. Het kan niet anders dan dat dit aanmerk is. Dit is aanmerk. Als dit geen aanmerk is... En waarom zeg je dat zo? Omdat dat is gewoon aanmerk. Geef maar die andere maar. Dat is B. Dit B. Je hebt nu B. Ja. Nee, oh nee. Nee, dit is A. Waar het smaakt gewoon hetzelfde weer. Dit is A. Nee, dit is A. De laatste? Ja, dit is A. Nee. Dus ik had het toch goed in het begin. Ja, de eerste die ik kreeg was de echte, ja. Nou, geef me nou hier, is hier A en hier B. Oké, een chippy. Ja. B. Geen verschil. Geen... Proef het. Proef aan. Oké. Oké, nice. En nu B. En dan proef je geen verschil. Je proeft geen verschil. Nee. Je proeft geen verschil. Nee. Je proeft geen verschil. Waarom? Hé, maar dat kan toch niet? Hoe kan die ene nou bijvoorbeeld een euro zijn en die andere 30 cent? Dat kan toch niet? Het smaakt hetzelfde. Volgende ronde moet je op... Ja, Nutella. Let's get it. Ik heb niet eens mijn zinkje aangemaakt. Nou, als ik dit niet goed heb, klaar. Dan heb je verloren. Dan stop ik. Dan kap ik. Ja, dan kap ik. Klaar. Oké. Ik zal hem allebei al even open doen. Oké. Ja. Oké. Ja. De Nutella ronde. Alsjeblieft. Niet zoveel. Oh. Dus B. Dus B. Ja? Nee, dit is geen Nutella. Nee. Dit is geen... Het is wel heel lekker. Het is geen Nutella. Nu de Nutella. Ja. Ja. Kijk, zeg maar. De Nutella smaakt ook gewoon naar Nutella. Klopt. Ja? Ja, klopt. Oké. Het is ook een stuk zachter. Toen ik het wou scheppen was het goedkoop ook veel harder. Klopt. En Nutella smeert. Maar die goedkope vind ik ook lekker. Maar meer van Nutella is gewoon Nutella. Klopt. Nutella, ja. De volgende zijn Luikse wafels. Oké. Kijk, en dit echt waar. Koeken, daar zit soms een mega verschil in. Ja. Ook weer qua smaak. Nada. Dus ik ben echt benieuwd. Kom, let's go. Okay. Wafels. En there we go. Aanmerk. A-merk. Ja? En nu ga jij mij een B-merk geven. Soms ben je zo overtuigd. A-merk. A-merk. Dat is A-merk. Dit is B. Waarom? Waarom zit er nou geen verschil in? Dit is A, hè? Ja. Ja. Neem al... Oké. Hier. Ja. Neem een hapje. Dit is A, dus A. Je... Neem een hapje. Oké. Ja. En nu B. Er zit geen verschil in. Dus zoals nu... Ja, dus eigenlijk gewoon geen verschil in. Dit is eigenlijk wel de laatste. Oké. En dit zijn chocoladerepen. Oh, oké. Maar daar ga je wel... Oké. Ik denk dat je hier wel een verschil in hebt. Ik denk het ook. De enige waar ik tot nu toe echt een verschil heb geproefd is bij Nutella. En ja, de structuur van de rijstepap. Maar voor de rest echt gewoon hetzelfde. Het is trouwens melkchocolade. Melkchocolade. Neutraal. Let's go. Ik ga ze allebei in je hand. Oké. Ik denk dat ik het hier wel ga proeven. Chocola is toch wel net als bij Nutella. Daar gaan we. Ja, deze smaakt goed. Oké. Deze smaakt goed. Oké, nu deze. Ja, die smaakt ook goed. Maar deze... Nou, ik proef weer geen verschil. Echt niet? Als ik zou moeten raden, denk ik wel dat de tweede die ik dan dat het A-merk is. Maar dat komt eigenlijk omdat hij wat kleiner was. En meestal zijn de B-merk chocolade wat groot. En ik voel hier meer echt een blokje. Kan ik mijn blinddoek afdoen? Ja, je kunt hem afdoen. Oh, dat is fel. Wauw. Echt gewoon wauw. Ik sta versteld. En waar ik misschien nog wel het meest versteld van sta, zijn de wafels. De wafels. En deze. Daar sta ik ook echt versteld van. Want die bonbons smaakt hetzelfde. Gezondheid. Sorry. Abonneer. En laat in de comments weten of jij team A-merk of team B-merk bent na deze ervaring. Oprecht. Team B-merk. Beyond everything. Dit is bizar. Ik heb mijn toetje. En ik zeg adios.